dat is mooi. Selfie met kapitein Iglo. Met kapitein Iglo. Yes mensen, tof dat jullie kijken naar de verse nieuwe voetbalvlog. Dit wordt echt sick. Ik wil uiteindelijk 15.000 likes halen met deze video. Ik ga nu de winnaar bekendmaken van degene die het voetbalshirt heeft gewonnen van Jetro Willems. De winnaar komt nu in beeld. En over in beeld gesproken, daar is die, dames en heren. We zijn er gewoon. Als je denkt, is het de brada van Luc Castaignos? Nee. Dit is Luc himself. Okay. Jawel. Beerdeman in de building. Ja man, we zijn er weer man, we zijn er weer. Long time Soef, long time. Ja, is een jaar geleden. Heb je gewoon een jaar lang niet je baard geschoren? Ja man, je ziet het toch. Beetje mokkeldo lijk ik nu een beetje toch. Ik vind hem wel aardig staan man. Ja toch, ja toch. Oh. Ja man. Hey, ik heb echt uitgekeken naar deze dag hè. Ik ook man. Dus ik heb er echt zin in. We gaan gekke dingen doen. We gaan... Wordt een leuke dag man, wordt een leuke dag. Je ziet, ik ben al geklit voor die leuke dag. Oh, die challenge en zo? Ja man, ik ben ready man Soef, ik ben ready. Oké, aantal challenges gaan we doen. We gaan een waterpool challenge doen. Met andere woorden, er gaat iets gebeuren met een challenge. En als je verliest, dan moet je met kleren in die zwembad gaan duiken. Ja, dat is één. Met kleren? Ja, dat is één. Wat gaan we nog mee? We gaan sowieso muziek luisteren, we gaan een paar fatsoes maken. En we gaan kastanjes eten met Luc Castaignos. Hey, maar broer, ik lust dat niet man, denk ik. Kijk, die man heeft zijn huiswerk gedaan hè. Kijk, ik lust die dingen niet man. Ja. Kijk die rare, broer. Kijk hoe kastanjes eruit zien. Normaal eten mensen dit in de herfst, weet je, maar wij gaan het gewoon midden hartje zomer gaan we dit kanen. Hey. Maar wat lust je dat? Helemaal niet. Nee man, nee. Jij? Ik heb nooit gegeten man. Ik ook niet. Ik ben eerlijk nog nooit gegeten. Kan je koken? Ja, een beetje toch, eitje. Laten we gelijk even beginnen. Ja. Ja, ben je klaar voor een raadsel of wat? Vandaag moet ik gefocust zijn. Hey. Ik heb gezien, ik moet gefocust zijn bij jou. Oké, we beginnen gewoon even relaxed. Die heb je geoefend, heb ik gehoord. Gewoon snelle Jen in de spits. Spaans prins spreekt prima Spaans. Ja, nu hey, druk erop. Wacht achter elkaar, snel. Goed, ik ben aan het lachen en dan vraag je me. Oké, zet hem. Oké, zeg hem nog een keer. De Spaans prins spreekt prima Spaans. De Spaans prins spreekt prima Spaans. Oh. De Spaans prins spreekt prima Spaans. Damn, it feels good to be a gangster. Next level. Snel antwoorden. Okay. Niet zeg maar weer 10 jaar plan en zeggen kan je herhalen en zo. Is goed. Die acties. Oké. Er zijn 10 witte voetballen. Oké. 10. Witte voetballen. Welke kleur heeft de eerste bal? Wit. De 5e? Wit. De 8e? Wit. Oké, de 10e. Wit. Wat drinkt de koe? Melk. Ah! Water. Oh. Ja man, deze is flexie man, deze is flexie. Je bent altijd vervelend met die dingen. Broer, kijk wat traag is moeilijk, mijn vrouwtje heeft een eigen zak. Mijn hagels noemen een dik, 2 papi, geen ding in mijn kastje, fris voor mijn... Dit is gewoon de vraag of je slim of dom bent. Oké, ja, ik ben... Het is eigenlijk niet of je slim of dom bent, het is gewoon of je het weet of niet. Oké. Of je gewoon logisch nadenkt of niet. Oké, laten we checken. Oh, kijk, als ik van Nederland naar Amerika vlieg, dan vlieg ik toch zo over de Atlantische Oceaan, toch? Ja of nee? Ja. Gelijk antwoorden, ja? Oh, sorry. Ja. Oké. Maar als ik van China naar Amerika ga, dan denk je van, oké, dan neem je de kortste weg, toch? Of neem je deze weg. Ga je dus over Europa. Dus China over Europa. En dan naar Amerika. Oké, even voor de goede orde. Yeah. Ja? Je zegt vanaf Nederland naar Amerika. Yeah. Ja? Je hebt zeg maar een kaart die je normaal kent. En dan is links toch? Helemaal heb je Amerika. Juist. En rechts helemaal heb je China, toch? Oké, je gaat van Nederland. Zo'n boogje, zo ga je naar... Amerika. Over de Atlantische Oceaan naar Amerika. En wat is je vraag nu? Dus... Als je van China naar Amerika gaat, hoe ga je? Ga je dus zo? Dus helemaal vanaf hier naar daar? Ja, of ga je zo? Dus dat ik in één keer zo... Weet je, dat is ook gelijk een kijkersvraag. Oké, jullie mogen even nadenken, hoe zou je gaan? Hè? Dus vanaf hier, daar naartoe of via die andere kant? Deze is een beetje lastig, man. Ik snap hem niet. Het is toch even snel dan, of wat? Ja, wat? Het is toch even snel. Als je logisch nadenkt, dan is de wereld rond, toch? Ja, dus ik denk als je dan zo gaat, of zo, maakt niet uit. Maar de wereld draait toch? Ja. Dus, welke kant draait de wereld om? Deze kant of die kant? Draait hij zo? Ben je nou studeren? Oh, draait hij zo? Als je op universiteit en zo, kom hier... nee, ik vraag professor Castaignos. Ik vraag je alleen. Hoe draait hij? Hij draait gewoon, wordt nacht, wordt licht. Ja, dus ja. Hij draait sowieso. Ja, gewoon... Vraag je mensen. Ja, hoe draait dat? Eerlijk zeggen, nu in de comments. Hoe zou... Luc, ik snap jou niet. Fuck aan met jou. Wat dat? Dit is gewoon... Oké, hij draait met de klok mee. Dus hij draait zo. Dus hij draait zo. Ja, ja. Toch, dus dan vlieg je uiteindelijk. Of ik ga maar gewoon antwoord zeggen. Vlieg je zo. Je vliegt dus over Europa zo. Hey. Denk ik, hè. Dames en heren, jongens en meiden. Kijk, ik zeg eerlijk, ik snap gewoon helemaal niks meer van. Ik wil zeg maar nog slim overkomen. Ik snap er niks meer van. Als je het ook niet snapt, laat alsjeblieft in de comments achter. Als ik nu de enige ben die het niet snapt, kijk, laat in de comment achter dat ik super dom ben, geen probleem, oké? Okay? Anders ben ik dom. Je komt uit rare... Wie heeft jou deze nou weer verteld? Een of andere professor uit Leiden of zo heeft jou deze verteld? Nee man, ik ga heel eerlijk zijn, Soef. Ik werd wakker en ik dacht van, hé, als je van China naar Amerika vliegt, dat is toch kort? Maar uiteindelijk heeft iemand tegen mij gezegd dat je niet zo vliegt, anders vlieg je zeg maar achter, hoe zeg je dat? De wereld draait zo, dus dan ga je terug de tijd in. Ja, soort van. Maar dat kan toch? Maar dan duurt het langer. Maar als je zo, want de wereld draait zo en je vliegt zo, dus dan kom je het soort van tegemoet. Dames en heren, jongens en meiden, als je bent flauw gevallen, dan ja, sorry voor je. Ja. Quero também contigo gingar uma dança nova misturada samba com samba que tambo com rumba tua mama minha e a minha nata voor die pilo of kapitein. Kunnen we kinderen? Kijk, zie je? Gezellig weer. Dit is kapitein. Hey, jongen, weer terug. Zie je? Hey. Weer terug. Ja, is goed. Hey. Weet u? Kapitein, hoe heet u? Wil Tulling. Ik sta al een keer eerder met jou. Wil Tulling. Ik sta al een keer eerder met jou op de fotopik. Ja? Toen we Feyenoord was. Ja? Toen gewoon die mooie jaren. Die mooie jaren, ja. Hey, kom je lekker hier natuurlijk? Ja, komt even gezellig een bakje bij jullie. Ja, helemaal goed, jongen. Ja. Hey, hoe is het met jou? Gaat goed, hoor. Ja? Hé hey, meneer, ik thuis verlaten, hè? Maar dit staat weer. Ja, tuurlijk. Luc Castaignos, hè? Luc Castaignos. Ja. Wil jij even een foto maken? Ja, maar voor mij ook, want ik sta met Luc. Ik heb hem hier zo. Laat even aan de kijkers thuis zien. Ja. Aan de kijkers thuis? Ja. Laat even aan de kijkers thuis zien. Had hij toen ook zo'n baardgroei of had hij toen nog een kale gezicht? Nee, ja, toen was hij... ik zou je vertellen, hey, je staat bij de BN'ers, hè? Hey, BN'ers! Ik dan? Daar in de schaduw. U vertrouwt mij gewoon met uw telefoon, hè? Ja, joh, doe maar. Ja. Ik kan niet vertrouwen, hè? Ja. Marokkanen niet vertrouwen. Geen ding, neem maar mijn telefoon naar. Ja, dat maak je ook nog. Marokkanen vertrouwen helemaal niet, dus dat hey. Oh, wat is gebeurd? Zie je, jongen gezicht, zonder baard. Kijk nu. Ja. Oh. Oké, tot ziens, hè? Oh, nee. Ja, hey, dat was allemaal, hè? Sorry? Oké, u krijgt hem terug. U krijgt hem terug. Hij wil je gelijk uithalen. Dat is mooi. Selfie met kapitein Iglo. Met kapitein Iglo? Hey, ik ben wel kapitein Soepie van de lafboot, hè? Nog eens. En nu voor mij een selfie, toch? Ja, voor jou ook. Ja, toch? Ja. Even een selfie. Even erbij. Die kant. Huppa. Een selfie, die moet... Gooi hem op die Snapchat. We zijn met kapitein hier. Ik ga helemaal van die gaat op jouw site, hè? Op jouw Facebook, hè? Met kapitein op Snapchat. Volg hem. U heeft opeens een beveiliger erbij gehad omdat u dacht dat ik uw telefoon zou meenemen. Ja, ik kom een Marokkaan in en dat gaat helemaal fout. Ja, dat is goed. Begin te rennen. Deze man is van... Dit is Simon. Simon. Hij gaat in de riolering. Hij gaat in de riolering, die mannen. Deze mannen gaat op het riolering. Wat zei je net buiten die camera? Je zegt, je hebt mij geflasht en zo. Ik heb iets moois voor de kijkers thuis, man. Want Soef, hij belazert altijd mensen. Hij wil altijd mensen pakken. Nu moet je een keer teruggepakt worden. Hoe je stond te struggelen om aan te bellen bij mij voor de deur. Kijk, volg deze. Die man is dood aan het zoeken. Hij denkt, fuck, waar is die Tori? Hij denkt, Sam, ik kan niet zien, man. Ik kan niet vinden, man. Maar we hebben ook deel 2. Oh, joh. Zeg toch, hier, deel 2. Hij is nog steeds aan het zoeken. Schiet nou op, man. Hele dag draaien aan dat ding. Is moeilijk aanbellen, hè? Zo, bij mij. Ik ging dus aanbellen bij Luc en jij hebt nu met Snapchat gedaan, toch? Ja, toch. Dat was maar 2 keer 10 seconden of zo. Ja, ik stond daar zeker 3 minuten of zo alleen maar bezig. En dan zit jij gewoon stiekem te filmen. Ja, ik was al, weet je, ik was al paraat, want iedereen heeft struggle met die bel. Dus wat gebeurt er? Je kwam mooi in beeld. Wat voor camera heb je dan? Want die nosso komt echt gewoon bang. Heb je dit gezien in Rotterdam? De grootste trap, hè? Ja, man, het staat hier gewoon, man. Wil je even gewoon extra fitness, gewoon even die trap omhoog? Derek Kuit speelt bij Feyenoord, hè? Ja. Dus Derek Kuit heeft nu vakantie. Ja. Dus die Kutus hebben ook rust toch nu? Ja. Die hebben ook rust. Als Derek weer begint, dan gaan die Kuit ook weer beginnen. Ja. Begrijp je? Oké, dus die trap laten we even voor wat het is geworden. Ja. Of je hebt even zin om die trap op te gaan. Go forward, go faster, like controller. Yeah. Weet je, Soef, toch, iedereen moet altijd nummers zetten en zo. Ja. De mensen thuis zijn ook benieuwd wat jij leuk vindt. Mensen, kijk hoe helemaal erin. Kijk, hij zit er helemaal in. Zou ik u betalen? Zie je later, geen zin in praten. Ik zit in een fase, voel me vis in het water. Dit is de beste rapper. Dit is de beste rapper. Hey, glansrijk maar zijn we. Blijf gefocust op flows, dan wordt er zoveel gestoken. Houd altijd jullie hoofden omhoog. De loop met de boven onze heen. Van de ene vallen ze allen als een domino steek. Sessie zoek ik naar perfectie. Ik stress niet, maar classic. Zoals het model van mijn Maxis. Maar wij hebben geen grip. Doe je mee? Hey, we spelen player en pimp. Nee? Dan mag jij het zeggen. Voor mij lijkt het op totale chaos. Sinds 9-11. Soep is helemaal erin. Helemaal erin. Vandaag komt er geen vlog meer, denk ik. Alleen maar opgezwollen. Alleen maar opgezwollen komt er vandaag. Soep. Ja. Ik hoor, je bent stabiel, man, in die armpjes. Ik hoor, je bent stabiel in die armpjes. Wello armpjes. Wello, kijk hier, niks hier. Ja toch. Nee, man. Maar wil je eerst opwarmen? Zie je deze touw hier? Ik wil kijken of je... Oké, laten we 15 seconden. 15 seconden. Is toch... Oké, vol. Echt gewoon vol gewoon. Dit is die houding, hè? Juist, dat is die houding. Een beetje door je knieën. Juist, en dan met je armen. 15 seconden en die touw moet bewegen, hè? Golven. Vol, ja, moet golven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, man, ja, man, ja, man. Ja, man. Laat even zien. Ikke? Ja, gewoon. Okay. Ik denk die man is sterk. Ja. Hij is elke dag hier. Ja. Elke dag. Ja. Hij is stabiel. Maar even kijken of het kan. Dat is zwaar, hè? Wee, yo. Oh. Nee, beter gaan we weg hier. Kom, we gaan weg. Gaan we die challenge doen? We gaan die challenge doen. Yes, dames en heren. Challenge. Luc Castaignos staat al klaar. We gaan aan elkaar hoog houden. Degene die die bal in het water laat vallen, gaat springen met kleren en al. doen, hè? Dit is techniek. Oh, hij heeft het. Oh! Nee! Ja, 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 ja. Wat een rem. Je krijgt daar makkelijk voor de knietjes, hè? Ja? Knietjes lekker. Ja, die knietjes lekker. Dit was opwarmronde, je hebt geluk, hè? Maar je weet, als die druk daar is, dan sta jij, hè? Ja, ik moet, man, ik moet. Maar we gaan kijken hoe jij nu onder die pressure komt. Je krijgt een strak op alles, strak! Kom maar, kom maar. Oké, echt? We hebben een winnaar, dames en heren. Je ziet het, aan deze kant. Links Welu. Maar respect, respect. Hij gaat erin. Man van zijn woord, man van zijn woord. Is buiten is 25 graden. Oké. Okay. Dit zijn die boys, ze gooien zomaar boze ogen op mij, hè? Toen zij er niet waren, ging goed, maar toen ze kwamen kijken... Hè? Toen kwam pressure. Hey. Ik heb een trucje voor je, let op deze. Oké. Okay. Let op, let op. Let op, dit is die nieuwe, hè? Let op, hè? We hebben die palie man. Maar wie wil je een SO doen? Mag ik een SO doen? Ja. Ik doe een SO naar mezelf, Marcus van de buurt. Toch? Vergeet mij niet. Wat? Ai, ai. Sosa, Free Sosa. Je weet toch? Back in Hartelborg. Die dingen doen wij toch? Ja. Sowieso shout-out naar Touzani. Hij draait, hè? Heb je gezien? Hij draait, hè? Hier. Shisha poffende, shisha poffende, alles. Ja. Ja, kan die gewoon? Kom maar. Ah. Oh joh, joh, joh. Ik ga de trainingspak aan, joh. Het duurt wel lang, hè, Massoek? Je bent mentaal aan het voorbereiden. Je vindt het leuk, hè? Hey, deze. Telefoon nog in mijn zak. Zie je, zie je. Kijk deze man. Ga erin dan. Dat is de man heeft geen zwemdiploma. Volg hem. Hij heeft het gedaan, man. Je weet het, na het zwemmen krijg je altijd honger. Ik ga nu lekker kastanjes eten met Luc Castaignos. Check it out. Moet ik even vertellen hoe het gaan voorbereiden? Ja, dus... Oké. Het zakje 5 minuten in kokend water doen. Het zakje openen. En de kastanjes serveren. Dus ik moet ze serveren aan jou. Ja, dus jij moet ze eten. Ja. Ik wil eerst ruiken. Ja. Hey, en laat even in de comments achter of je al eerder kastanjes hebt gegeten. En zo ja. Was het lekker of viel het wel mee? Oh. Laat me even met deze mossel even ruiken wat daar gebeurt. Er is nog niks, man. Nee, niks van plastic ruik je. Kijk hem nou een soort van ervaren doen alsof hij kookt. Het ging om in zoeken. Kokend water. Ja. Deze is al water. Dus. Hé, hey, maar even tussendoor, man. Ik dacht dat alleen mokro's, zeg maar, sokken en slippers hadden, maar dat gebeurt ook gewoon bij jou. Ontspannen, bro. Even nadenken, man. En ook gewoon je naam erop, zo van als je ergens heen gaat, zo van... Niemand kan mijn slippers stelen. Niemand. 5 minuten. Oh, lens beslagen. Het ziet er niet echt uit dat je denkt, die heb ik. 5 minuten, moet ik even een stopwoordje zetten? Ja, hè? Oh, je mag ook 600 seconden tellen. Nee, man. Zo, 600 seconden. Ik doe gewoon zo. 600 seconden. Hoeveel seconden is 5 minuten? Weet ik niet. Vraag me die dingen. Het is gewoon 300, ik zeg zomaar 600. Maar we gaan gewoon rauw eten, toch? Ja, gewoon met een beetje zout toch misschien? Nee Masso, dit ga ik niet proeven man. Eentje. Ben je een moeilijk eten? Ja man. Ik eet niet wat ik niet ken man. Dus je bent een boer? Niet een boer per se. Je kent die uitspraak toch? Ja, wat is die uitspraak? Wat de boer niet kent, lust hij niet toch? Oh, sterk. Ja, die hoor ik vaak. Maar... Soep, dit is gewoon hard man. Kijk. Je gooit 3 kilo zout daar. Je gooit 3 kilo zout. Ik zie niks. Wacht even. Dat is niks man broer. Ga je, dit is wat je gaat eten? No. Oké, wacht. Samen, bonne chance, ja? Zomaar smek ik. Nee, dit is echt vies man. Nee man, dit is echt vies. Kastanjes eten met kastanjes gaat fout. Ga jij tekenen bij FC Gun? Direct man, 3 jaar contract. Direct. Ik heb gehoord, het shirtje staat al klaar hè? Ja man. Zie je hem heel stiekem daar? Ja, wil jij nou dit shirtje winnen? Eintracht Frankfurt, Luc Castaignos, even de voorkant nog erbij. Ja. En weet je wat? We gaan gek doen, je krijgt deze pak kastanjes ook nog erbij. Ja, sowieso. Met handtekening. Die krijg je ook. Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel. Like deze video. Volg Luc Castaignos op Instagram. Ik laat een linkje in de beschrijving achter. Dus like deze video. Volg Luc Castaignos op Instagram. En wie weet ben jij de gelukkige winnaar.